Een ontzettende goede morgen. Welkom bij de Stofjes, lieve YouTube-kijkers. Zondagmorgen, praat. Echt wel, zoals jullie zien, alweer op de achtergrond. Geen bos. Geen bos. Nee, vandaag waren we verkozen om direct eventjes naar de fitness te gaan. Niet naar het bos. En de doodeenvoudige reden. We moeten straks natuurlijk weer gaan voetballen. En dan moeten we om kwart over. Nee, zo half. 12 uur precies ergens moeten we weer vertrekken. Naar Utrecht toe. Dus even een stukje kachelen. Dus, en ik wilde wel wat fitness doen. Dus heb ik gekozen om maar gewoon een fitnessdag ervan te maken. Nou, gisteren iets leuks gedaan. Gisteren ben ik bij een meet and greet van Enzo Knol geweest, samen met mijn dochter. Dat was leuk. Dat was leuk. Het zijn, hoe je het ook wel verkeerd. Ze blijven toch gewoon. Alhoewel je dat onder gewoon kan plaatsen, maar... Nee, ze nemen ook gewoon echt een beetje de tijd. Natuurlijk kun je geen half uur daar gaan staan kleppen, dat gaat gewoon niet. Ze hebben natuurlijk meerdere fans die even wat willen doen, maar toch, ze doen het gewoon rustig aan, relaxed, chill. Ja, leuk, leuke mensen. Leuke mensen. Niks over te zeggen. Het is echt, ook, ik denk voor velen, ook best wel een inspirerend stal. Samen met dat hele KP natuurlijk. Het hele Knolpower. Met de Knolpower Active. Met dat sporten van Myron. Dat ze daar heel veel mensen mee motiveert om te gaan sporten. En zo zelf natuurlijk ook. Ja, min of meer vind ik dat zelf ook wel inspirerend om dat met dat sporten ook gewoon vol te blijven houden. Niet alleen natuurlijk door die twee, maar ook vanuit jezelf. Met je eigen resultaten, met het afvallen, met noem maar op. Ik zeg dat het op dit moment weer eventjes weer wat hakkelt. Of dit jaar hakkelt het een beetje. Ik denk wel dat het er een beetje aan ligt dat je natuurlijk bepaalde omstandigheden die ermee te maken hebben dat je er wat minder in zit dan bijvoorbeeld vorig jaar. Dat kan verkeren. En dan moet je de draad weer een beetje op zien te pakken. En ik probeer er zoveel mogelijk een beetje wel rekening mee te houden, maar dat gaat niet altijd. Dat merk ik aan mezelf. Is lastig. Is lastig. Maar goed, dat komt wel weer. Daar gaan we weer voor zorgen. Want dat moet. Ik heb voor mezelf gewoon echt een idee zo van, ik wil absoluut niet meer. Tenminste, zolang het kan, voor mezelf wil ik absoluut niet meer boven die 100 kilo komen. Dat sowieso, dat is mijn eikpunt. Daar wil ik niet meer boven komen. Daaronder is altijd goed. En ik wil weer, ik zit weer op de, volgens mij zit ik nou weer ergens op de 96. Ik wil toch ook weer onder die 95 komen. En deze... Dat hangt van met motivatie. Valt het of staat dat? Dat is gewoon heel logisch. Normaal gesproken, als jij goed gemotiveerd bent. Als je goed gemotiveerd bent en het gaat lekker en je zit lekker in dat ritme, dan gaat het ook makkelijk. Maar op het moment dat je dus dan wat minder. Nou, de motivatie wel hebt, maar het gaat dan niet omdat je dat ritme niet hebt of door omstandigheden wil dat niet helemaal lukken of noem maar wat, dan stagneert dat. Dus eigenlijk, je moet het een beetje zien als een vuiligheidje in de ketting. Als de ketting lekker loopt, dan gaat het goed. Maar zit er een klein schakeltje die niet helemaal mee wil werken, dan kun je niet goed fietsen. En dat is een heel, dat is gewoon dat proces. Maar dat komt wel weer. Dat komt wel weer. We gaan gewoon rustig aan doen. Niet te gek doen. En dan, dan moet dat weer goed komen. Dus, maar voor vandaag in ieder geval weer
weer iets leuks met voetballen. Ik hoop dat we vandaag eindelijk toch maar weer eens een keer een wedstrijdje winnen, mannen. Want potverdomme. Zo'n start als we dit jaar hebben gehad, heb ik nog niet meegemaakt bij Juliana. Dit is nu het vijfde seizoen. Ik kan natuurlijk alles wel vinden en natuurlijk de jongens moeten het doen. En ze willen er ook alles aan doen. Maar het valt nog net niet iedere keer onze kant op. Vorige week ook dat je eigenlijk je speelt de wedstrijd goed. Je maakt er uiteindelijk 1-0. En dan min of meer vlak voor de tijd maken ze door een rare goal, min of meer ook een soort eigen goal waar je uit een soort klutsbal niks kan doen. Ja, dan worden er alsnog 1-1. Ja, en dan is het balen. Dan is het dubbelzaad balen dat je eigenlijk de wedstrijd een beetje in de zak had. En dan op die manier geef je hem dan alsnog weg. En dat is balen. Schuilt je dan ook meteen weer wat in de stand. Ja, dan win je de wedstrijd, dan sta je net boven de middenmoot en nu sta je net onder de middenmoot. En dat is Juliana niet waardig, dat moet beter. Dus we zullen het wel zien vanmiddag. Kampong. Nieuwe tegenstander. Natuurlijk bekend van het hockey, Kampong. Daar is het meest door bekend. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. We zullen het wel zien. Ik zou in ieder geval zeggen tot de volgende keer. Ik ga je afsluiten. Nogmaals, als je dit leuk vindt, even een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Ik zou zeggen een hele leuke zondag nog. Ja, als je dit ziet, dan is het natuurlijk al voorbij. Maar toch, ik hoop dat je in ieder geval een leuke zondag hebt gehad. En dan zie ik je volgende week weer terug. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En dan zeg ik zo met een korte tjoe.